Hey, leuk dat je weer kijkt naar weer een aflevering van de Kaprian achter de schermen. Of Ivan. Voor achter de schermen. We gaan lezen vandaag in elk geval. Koosdag is geweest. Dus weer normale kleren aan. Onze vlog van vandaag gaat over smink. Maar ik dacht, ik laat al even een preview zien over waar de vlog van volgende week over gaat. Want ja, het is inmiddels mei. En in mei staat in de feestwinkel eigenlijk centraal. Geslaagd. Mensen gaan zelfs in coronatijd in mei voor hun examens op. Dus in elk geval volgende week gaan we het dus daarover hebben. Over geslaagd. Zodat mensen in elk geval even weten van wat wij nou eigenlijk zullen gaan verkopen. Ten behoeve van mensen die zullen slagen dit jaar voor hun middelbaar schoolexamen. Dus dat is voor volgende week. Nu voor deze week. Dus we lopen eens even naar. Want we krijgen de laatste tijd wel vaker de vraag of wij ook smink verkopen. En ja, mensen, dat doen wij. Want wij hebben dus. Zo, eens even goed kijken. Wij hebben dus allemaal potjes. En dit is allemaal op waterbasis, deze potjes. Ook in verschillende kleurtjes. Deze zijn zonder glitter in elk geval. We hebben ook, zoals je vorige week in de vlog kon zien van de Koningsmarkt, we hebben ook met UV smink. En ook neon. Ja, joh. Oh nee, wacht even. Ik doe het precies. Ja, deze is UV neon. En dat is gewone. We hebben ook nog bloed. Mocht je een Halloween feestje willen hebben. Dan gaan we eens even naar. We hebben ook nog setjes in elk geval waar je dus zelf dit mee kunt creëren. En ook lippenstiften. Ook voor als je Piet wil wezen. Ook voor het creëren van namaakstingetjes. Gaan we eens even eentje naar beneden. Perceeltjes. Dit is allemaal op waterbasis. Weer hele grote potten. Ook voor mensen die dus huidskleursmink willen hebben. Deze zijn met glittertjes. Dit is ook allemaal op waterbasis. Kun je ook met sponsje aanbrengen. Die hebben overigens ook de sponsjes. En we hebben hier ook nog de andere. Dit zijn de normale. Die zijn met glittertjes. En nog wat krijtjes. Dan gaan we eens even naar de volgende etage. Want dit zijn dus de losse potjes. Maar we hebben dus ook nog setjes met smink erin. Ja. Even een kartje aan de kant zetten. De kinderkartjes. Kijk, want we hebben hier dus ook nog. Losse setjes. Als je zegt van nou, mijn kind wil een beetje sminken, heb je ook zo'n setje. Er zitten ook krijtjes bij, een kwastje bij en wat kleurtjes. Hier zit ook nog een neus bij. Daar kun je gewoon ben je eigenlijk zetten om een clown te worden. Dit is ook met nepwimpers. Nepwimpers hebben we ook los te kopen eigenlijk trouwens. Dit zijn ook van die kleine Dracula paint setjes. Er zit dus een basispakketje om dus eigenlijk te creëren wat erop staat. Dit is eentje voor de groene heks. En dit zijn dus een aantal met basiskleurtjes. Die je dus eigenlijk dit mee kunt maken wat erboven staat. Deze is ook met zilver. Beetje glitterig. Deze is vooral voor een pumpkin. En als je ook zo een groene, hoe heet het, een turtle wil maken. En we hebben hier ook nog zo'n setje. En dit zijn nog wat glitterspulletjes. En uiteraard ook allemaal nog. Zo, daar. Allemaal nepsnorren. Nee, dus mocht je in elk geval in de nabije toekomst zeggen van nou, weet je, we hebben toch een feestje met kindertjes. Of we gaan toch iets buiten doen. Waardoor je toch wat smink nodig hebt. Dan ben je in elk geval bij ons aan het juiste adres. Want we hebben verschillende kleuren. We zijn ook druk bezig om te kijken van goh, wat willen we aan de smink nog meer gaan uitbreiden. Want dat is toch wel iets wat we zeggen van nou, wat meer kwastjes. En ook verschillende kleurtjes in smink. Dat je toch met een breed scala bij ons terecht kunt. Ook mochten er vragen zijn van of wij bepaalde sminksoorten hebben, laat het vooral hieronder achter in de comments. Dan kunnen we eens even kijken. Ook speciaal voor jou. Wat wellicht kost als wij het voor je bestellen. Want dat doen we ook, custom bestellingen.
Want zoals je ziet, we hebben nog niet alles op voorraad. Er is ook zoveel onder de zon. Qua smink, qua kwastjes, qua sponsjes, qua kleurtjes, qua type smink. Want je hebt dus op oliebasis, op waterbasis. We hebben ook fixeerspray overigens. Dat spuit je erop. Dan blijft de smink wat beter zitten voor langere tijd. Ik zou even, want die zag ik hier. Dit is even dat spuitplusje wat hier staat. Dat is fixeerspray. Dat zie je dus ook heel vaak bij tutorials voor make-up artist. Bijvoorbeeld Masha, een van de vloggers ook online, die gebruikt dit spul ook. Want op het moment dat je klaar bent met het sminken van je gezicht en je het er dan op spreekt, is het zo dat het beter en langer blijft zitten dan als je het er niet op spreekt. Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld, ook bij theater gebruikt het, dat als jij voor een langere periode het smink op moet hebben, dan spuiten ze dat er vaak op dat het langer mooi blijft en ook niet gaat druipen van je gezicht of op het moment dat je gaat zweten. Want dat is vooral het feit van als je gaat zweten en het is op waterbasis, dan gaat je smink lopen. Daar zijn in ieder geval die potjes voor. Of in ieder geval de sprays voor. We hebben ook nog poeders in elk geval kun je krijgen. Dat het dus makkelijker van je gezicht af te halen is. Zoals gezegd, er is een enorme hoeveelheid spullen onder de horizon qua smink. Het codewoord in elk geval voor volgende week is sminkpotje. Dus mocht je willen weten waar het codewoord voor staat, kijk vooral de zomervlog. Dan weet je genoeg, hoop ik. Dus nogmaals, het codewoord is sminkpotje. Zoals gezegd, volgende week gaat de vlog over spulletjes van geslaagd. Aangezien dat we in mei zitten. En eerder alle middelbare scholen voor hun examens gaan zitten. En hopelijk dat heel veel mensen gaan slagen dit jaar, ondanks corona. Voor nu zeg ik in elk geval bedankt voor het kijken. Word lid van ons kanaal. Kom vooral gezellig langs in de winkel, want we hoeven gelukkig geen afspraken meer. Yay! Dat is veel makkelijker winkelen, dacht ik zo. En dan zeg ik tot volgende week. Doei doei!